Ja, dat is een ideale situatie natuurlijk. Drie bellen op de top, drie met Kevin Paul.
En in de laatste ronde van deze wereldbeker naar Schiphol-Zijde. Maar we nog even moeten wachten voor een loop van de Kevin Thomas dan ook. En het gezelschap in loop niet van de stadijzen. Over hoeveel is er dus beschikt te lopen? Onze 35-jarige Balenaar dan ook om dat evenschip te gaan overbruggen. En dan wordt het wachten dan ook om die laatste lusje te gaan leggen naar het tijdpunt dan ook de absolute apotheose van deze wereldbeker Marsje. Ja, we zijn terug bij mijn klas. We zijn terug in dat team van Kevin Powers. Ik zie je. Die situatie is terugwekkend voor de kannibale paal. Kevin Powers, wat een andere leiding, maar. Fenijs die heeft natuurlijk de serieuze inspanning moeten leveren om terug in dat veer te gaan van Kevin Paul, die neemt nog even doortrekt. Want hij probeert het Fenijs op de tweede maal eraf te krijgen. De Kevin Paul en Fenijs met z'n tweeën. Wat een spanning, wat een sensatie. Als we zo'n scenario krijgen op 29 januari, ja, dat staat topzijde op de spot, denk ik, want dan gaan we een prachtige situatie krijgen met drie velden voor de eerste drie plaatsen. Met Kevin Powers, Jan Leiding, voor Svenes en voor daarachter Pataga. We gaan nog even wachten vooraleer we de gerieten horen dan ook naar de aankoopzone gaan sturen. En de volgende nachtinformatie moeten ze samen zitten. En de Sven Dijk samen dan ook met Kevin Powers. Dat is het keer dan ook die Svenes in de finale moeten gaan reserveren en serveren. En daar zijn ze ook bij Powers en Nijs. Wie wordt vlakker ook de snelste mannen in de spurt. Powers van de tegenover. Even naar voren kijken. De beurt ging dan ook aan de Sven Dijk. De leiding wordt gegeven. Daar kan de straks van de geleden gebruik maken. Ze gaan elkaar gaan verloren. Bijna gaan ze plassen. Op weg om die laatste 320 meter eraf leggen. En Arnold komt aansluiten. Nog 30 meter moet hij overbruggen. Rivaliteit in de top even te drijven. Met deze twee leiders. En we gaan de mini meteen laten afwerken. En ze zijn op weg naar de laatste richterlijn. Wie wordt de winnaar van deze laatste? En dan komt dat stemmen en die komt er eens naar de top. En dan heeft die komt er eens naar de top. En dan komt de spannende zelf. We zijn uit van de lijn. Want Kevin Paul, de kop is steenbaar, dus dat is een stootje voor de mensen van de UCI. Dat gaan we allemaal straks in ieder geval met Kevin Paul en Bart Arnold. Dat zijn de drie eerste dagen. En dan is het dagje, kijk eens, voor... Ik heb een paar Arnold! En die trofee gaat op de schepen van Sportee Vietnamie.
De schema's voor nu van deze prachtige sportieve gemeente Stadskokzijde met de bloemen voor Bart Arnouds. Tweede plaats, Deurgen plaats, Kevin Paolo. Die is nog een van de jaarkosten. En voor de meester die die gaat onderhandelen, de heer Mark van den Bussen. En onze bloemen. En dan de winnaar van deze morgen, de Mijnkaas, Ben en ook van de burgemeester van premier de termen van de schema's. En dan